Je ziet dat man, die auto van Jula gewoon. Even kijken wat in die man's auto zit. Ik zie water hier. Celine, al die dingen, broer. Wat doe je met Waggy? Blijf in mijn water, blijf in mijn water af. Ik had gewoon een beetje dorst. Doe toch, broer. Ik kan niet zo aan mijn water zitten, opa. Zo. Grown men acting like divas. Band dizzy, I'm around needles. Band dizzy, wearing all diesel. Trap busy, smoking on diesel. Trap busy, still we all legal. Traps busy, yeah, we all legal. Yo, fucka mensen, wat een nieuwe video. Vandaag ben ik met de one and only Wagwa. See, zieke geest in de beeld. De nieuwe tune uit, genaamd Ego van Jula. Ego. We gaan hem samen checken. Ja? Ja man. Je bent ready? Ik ben ready man. Ik denk het niet man. Ik ben zelf eens niet ready, nekje. Hoe vaak hebben we die clip gezien? Hé hey, broer, 1 miljoen keer. Ik ben benieuwd man. See, ai, boom. Listen, shawty, been a different skin. Bet your nice body and your glowing skin. Must medicate me, does it come out smooth? So suck my all the time. Made it like an ego. She got a big ego. I got a big ego. We got a big ego. Ego so big like the Colosseum. Weet je hoe dat komt door die vissen in die zeeën? Weet je dat ze niet naar wat die mensen zeggen? Want shawty, kan je zeggen? Ik ben soda, ik ben niet zomaar, heb die juice net soda. Ik neem je mee naar mijn motherland, mee naar Afrika. Ben de Black Panther en Wakanda, Angola. Que lo que mi nina, zeg maar hoe ben je zo bonita. Mas no brinca, ben die top games kan me niet controlen. Zoveel bank things moet mezelf controlen. Listen, shawty, been a different skin. Met your nice body and your glowing skin. Was made it creamy, does it feel my smooth? Since I'm all the time. Baby, let your ego. Hoe ben je eigenlijk op deze vibe gekomen, zeg maar? Pa, ik had al lang die vibe in me, zeg maar. Je weet toch? Maar ik dacht bij drillen, toch? Moet ik vertellen hoe die gegaan is? Ja, toch? Pa. Ik heb zo'n mooi gooien. Pa, ik was. Je moet oppassen, anders zit je toch aanrijding en zo. Ja, man, ik hoor je. Toch? Altijd safe, stay safe. Altijd safe. Maar dan deze tune, stay safe. Even loskomen, denk je? Nee, maar drillen heb ik gemaakt toen, even kijken. Ik was gewoon in de studio, toch? Mm. En er was, zeg maar, drill werd net popping, zeg maar, in Nederland, toch? Yes. Ik zeg tegen mijn producer, Della Fox, shout out naar hem. Ik zeg tegen hem, hey, zet even drill. Hij kijkt me gelijk aan en zegt, wat bedoel je drill? Ik zeg, broer, zet die beat. Hij zegt, ja, wat, je gaat mensen schenken. Ik zeg, nee, broer, zet gewoon die beat. Laat mij gewoon doen waar ik goed in ben. Ja, toch? Hij zegt, oké, ja, toch? Hij tikt die beat in een half uur of zo. Een beat, wat, hè? Zo. Hij tikt die beat in een half uur zo. Mm. En ze ging gewoon achter die mic. En de eerste wat ik zei, de billen zo groot. En ik zweer, het lijkt op jelly. Daarop sla ik erop als mijn favo, daarop mijn telly. Wow. Maar ik freestyle, ik kan niet schrijven, zeg maar, toch? Oh. Dus nadat ik dat zei, ik zeg, hoe die? Ik schrok zelf. Ik schrok zelf. Ik zeg, pa. We kunnen dit gewoon laten werken eigenlijk. Mm. En toen ging ik meer in die beat. En toen eindstand ben ik gewoon op dat gekomen, zeg maar, toch? Zo. En ik heb het heel lang liggen al, vanaf 2019 of zo, zeg maar. Maar ik had nooit iets mee gedaan. Oh, ja. Man. En toen eindstand, had ik die pokoe afgemaakt. Mm. En kwam ik toevallig bij 101 Bars terecht. Door Savio. Ken je nog Savio? Had me niet per se gelinkt, maar hij wou heel graag dat ik bij hem in de back stond bij 101 Bars. Oh ja. Snap ja, je? Hij wou dat heel graag, zeg maar. Ik dacht, ja toch, waarom niet? Weet je toch? Ik zie die man, voelt mijn video's en zo, hij werd blij, alles. Mm. En ik was daar en bij die outro zei Rotjoch van, hé, wanneer kom je ook een tune doen dan? Mm. Ik zeg, of course. Pa, mijn eindstand had Core daarna ook een sessie, zeg maar, met Fellas. Weet je nog Geach en zo? Heb je die sessie gezien van Core? Volgens mij niet, man. In ieder geval, die sessie was daarna, zeg maar, toch? En Rotjoch zat gewoon op die bank. En ik zat gewoon te denken wat die man me zei. Ik dacht, kom je ook een tune? Ik dacht, hij is deze man serieus. Daarom. En toen dacht ik aan die poko. Ik dacht, hey, ik heb eigenlijk echt een tune liggen. Mm. En daarvoor zei ik nog tegen een mat van mij, stel je voor, ik doe dit bij 101 Bars. Je weet maar nooit, hè. Daarom. Hij zegt ook tegen mij, ja, anything is possible. Toen zei ik tegen Rotjoch van, hey, yo, ik heb eigenlijk echt een track liggen. We kunnen gewoon eigenlijk echt wat laten lukken. Mm. En de rest is geschiedenis, man. Wow, maar dit had ik altijd al in mij, zeg maar, toch? Maar voor mijn gevoel was, als ik gelijk met dit inkom, dan ga ik weer een naam krijgen van, oh, hij doet die en die en die naam. Yes. Dus ik dacht, weet je wat, laat me gewoon helemaal different komen even. Mm-hmm. Even die elephant in the room, toch? En dan ga ik even verder. Want zeg maar, ik kan nog steeds andere drill en zo liggen, man.
Zeg en gaan die uitkomen? Of course! FT's of gewoon alleen jij? Even solo, man. Even solo. En weet je waarom ik solo doe? Omdat ik niet wil dat mensen kunnen zeggen, het komt door die en die. Juist, broer. Precies dat. Black Panther, Wakanda, zieken geven, doen het zelf. Eventjes. Als we willen werken, gaan we werken. Maar tot die tijd, hé toch? We zullen wel zien. Ja, toch? We zullen wel zien. We komen heel klein. We praten niet veel, net als Mr. Bean. Wow. Come on, man. We gaan weer verder, man. Ego, we gotta make the ego. Listen, shiny on a different skin. Put your nice body in your glowing skin. Was made it, baby, this is my soul. Since I'm all the time. Baby, that's an ego. She got a big ego. I got a big ego. We got a big ego. You put it, ay, ay, ay. Me leave it, was tie, ay, ay. Me ben ik vrij, ay, ay. Hoe met je bent, dat is no lie, ay, ay. Blijf in balans, doe balancing. In mijn linkerhand heb ik een penny. In mijn rechterhand heb ik een patty. Ze noemen papi, ik ben de daddy. Ze is zo sweet, like candy. Beter doe je niet als een sandy. Maar mijn love is never ending. Listen, shiny with a different skin. Met je nice body en je glowing skin. Was met die cream, dus ik ben maar smooth. Ik vraag mij gewoon af, hoe is het opnemen met zulke dames? Normaal, man. Ik zeg je eerlijk. Ja? Ik zeg je eerlijk, ja, man. Gewoon als ze binnenkomen, voorstellen. Mm. Vroeger, echt toen ik 18 of zo was, was ik een beetje verlegen en shaken, toch? Mm. Maar daarna, bro, ik had scheid, man. Dus weet toch, we zorgen gewoon voor dat hun op hun gemak voelen. Dan voel ik me ook nog meer op mijn gemak. En dan willen we extra shots maken en zo. Oh, cool. Je weet toch? Maar het is gewoon vibe, man. Ik zeg eerlijk. Ik wil nog een keer doen, eigenlijk, hè. Wat, zulke... Ja toch, of kaas. Ik hoor je pre, die ene drill, die drillen video, ik zag veel. Hey, OnlyFans-achtig, hè? Begrijp je? OnlyFans. Ik dacht bijna van, hey, beter kijk mijn moeder niet mee. Hey, toch, man. Hey, bro, ik heb gelachen om jou, eerlijk. Je had een stukje geknipt, want je ging te ma. Ja. Je ging te ma, ik had het zien. Ik dacht van, hey, Sam. Je zei, oh mijn god. Ik ben zo groot, wat? En ik zweer dat het lijkt op Jelly. Oh mijn god, mensen, zagen jullie dat? Ik dacht van misschien YouTube gaat het weghalen en zo. Ik dacht, nee man, laat me dit een beetje. Ah, ik had die gezien, man. Ja, ik had genoten van die reactievideo, man. Love. Jij hebt hem nog wel, ik er niet meer, man. Ja, man. Ja, hoe dan? Ja, man. Hij was de OnlyFans achter, ik werd geblackballed door YouTube een beetje. Wauw. Dat maakt niet uit, we gaan nog een keer zoiets flippen, man. Hoe niet? Zo. Of course, grab it. Baby, let your ego. She got a big ego. I got a big ego. We got a big ego. Listen, shiny in a different skin. Put your nice body in your glowing skin. Was made it give you this is my smooth. Since I'm all the time. Baby, it's an ego. She got a big ego. I got a big ego. We got a big ego. Wie is deze beat gezien? Dies. Gaat bij Dies. Wauw. Ego, mensen. Beat it. Ga hem checken, staat in de beschrijving. Ga die clip checken. Shit. En snap Tjula sowieso. Thanks, man, dat hij deze video wil gaan maken met mij. En ja, man, ga hem sowieso checken, man. Come on, man. Anything is possible. De binnen zijn groot. En ik zweer het lijkt op Jelly. Jelly. Geloof me. Op als mijn favoriet daarop. Op mijn telly. Ik heb een kleine paar vragen voor je. Ja, toch? Als je ready bent. Mm-hmm. Zou je handelen tussen zoveel chicks? Ik? Ja. Nee. Je zou cool gaan, hè? Ik zou losgaan. Ik voel me echt, broer, ik voel me daar echt Asian gladiator, ik zeg je eerlijk, man. Ja toch, een soort Drake, zeg maar, tussen. Ja, zeg maar, toch, begrijp je? Ik hoor je. Ultieme. Ik hoor je. Wow. En als je nog een beetje, hoe ben je, zeg maar, in de soort? Ben je gewoon nuchter of heb je nog een beetje gedronken? Zeg maar? Ik ben nuchter, bro. Als ik, zeg maar, op zo'n set Henny drink, gaat fout. Daarom. Gaat fout, dus ik moet nuchter blijven. Maar ik wou wel Henny, maar was alleen wijn, zeg maar. Maar toen ging het ook al. Jee, toch? Ja. Laat het gewoon lukken, man. Ik zeg eerlijk. Ja, toch. Oké, wat bedoel je met ego precies? Ego. Je hebt, zeg maar, zoals je die clip zag, toch, zie je een yin en yang thema, zeg maar. Goed en kwaad. Goed en kwaad. Maar hier geef ik eigenlijk gewoon af van, je kan twee kanten van me krijgen. Die goede of die foute kant. Snap je? Maar de keuze is eigenlijk aan jou. Cool, ja. Snap je? Ik ben gewoon relaxed. Maar ik heb ook demon time. Demon time. Wauw. Zieke geest. Wauw. Volgende vraag is, wat kan Tajula brengen aan de scene? Verandering, man. Gewoon even... Verschillende genres gewoon, man. Geen eentonigheid, zeg maar. De volgende track die hierna komt is ook weer heel anders, je weet toch? Het is gewoon echt gewoon variatie, man. Vooral variatie, man. No cap. Ik hoor je. No cap. Volgende vraag.
Je doet veel achter de schermen. Mm-hmm. Waar ben je op dit moment mee bezig? Complex. Is naar Nederland gekomen. En daarvoor gaan we een paar items schieten. Mm-hmm. Even kijken. Is veel man. Ik zeg je eerlijk, deze vraag is te direct. Ja. Morgen heb ik zelfs wat. Maar dan moet ik mijn agenda checken. Bro, is veel man. Sure. Ja, maar je moet gewoon wachten tot alles online komt. Dan zie je zeg maar waar ik allemaal mee bezig ben geweest. Mm. Maar is veel man. Stand-up, muziek, items. Wow. Anything man. Alles gewoon. Alles tegelijkertijd. Ja, hoe ziet jouw schema zeg maar eruit als je dat gaat doen zeg maar? Is het gewoon, je bent bijvoorbeeld, je doet 3 dingen op een dag of is het echt 1 dag? Nee, het is gewoon één dag. Maar opnames duren gewoon lang zeg maar. Het is gewoon de ene dag opnames, de andere dag heb ik dan iets anders. Mm. Ik kijk niet eens meer naar dagen man, ik leef op datums man. Datums? Ja man. Het is donderdag toch? Het is donderdag. Is druk man. Volgende vraag is, wat vind je van de YouTube scene? Dus de opkomende boys, de kleine John, Senior, Chadmo, SS Vlogs. Wat vind je van ons? Daarom ben ik hier zeg maar, om te laten zien van hoe groot je ook uiteindelijk gaat worden broer, verander jezelf niet. Klopt. Want ziet om je heen gebeuren zeg maar, of je merkt het niet. Maar ik merk het wel, mannen pakken pap en veranderen zeg maar. Terwijl daarvoor was je juist zo hard omdat je jezelf was zeg maar. Juist. Laat die manier niet veranderen man. Daarom ben ik hier om te laten zien van hey, Humble, relax jezelf zeg maar. Je weet, ik had ook voor kunnen kiezen. Hey, no, maar ik heb nog niet zoveel abonnees. Ik vond die kill. Juist. Nee toch pa, je geeft me love bij de ene in bars. Mm. Je checkt me hiervoor, dan waarom zou ik het niet doen, snap je? Daarom. Zo ben ik. Volgende vraag. Wie heeft jou geïnspireerd om muziek te maken? Of wat heeft jou geïnspireerd? Lil Wayne denk man en Chief Keef. Ja? Ja man. Chief. Want ik luisterde zeg maar altijd Amerikaanse pokus, toch? En in Nederland was toen Campy, Hef. Die twee een beetje. Mm-hmm. Nee, Zwart Licht ook, dus Aquasi. En toen kwam ineens die 101 bars van Seven Alias, man. Zo. Shit. En die met die PSV shirt. Ja, man. Ik word een huisje. Ogen ze open, maar niet door de molly, broer. Ik ben niet lekker. Ja, man. Ja, dat is zo. Ja, die man. Is zo. Ja, dat man. Is zo. Ja, zo heb ik ook raps in de klas gemaakt, zeg maar. Doordat ik Seven Alias gewoon echt graag wou nadoen, zeg maar toch. Ik had hem zo vaak geluisterd. Ik dacht van, keep it your stress op die mensen. Keep it your stress op die mensen trouwens. Ik was met mijn neefje, ging altijd jouw video's kijken, ging wat nadoen. Ging ook fijns maken toen, man. Ja, nee, man. Joh. Misschien op mijn oude kant, ik weet niet meer waar hij is. Had ik ook fijn staan en zo, man. Nee, joh. Dus jij bent ook lang bezig, man. Ja, man. Doorgaan, pa. Echt, man, nooit stoppen. Dat is de key, nooit stoppen. Klopt. Als sta je een keer stil, als je terugkomt, kom gewoon hard, gewoon. Gewoon dat jezelf. Kijk, mijn jury zijn mijn broertjes. Mm. Hé, toch? Ik laat eerst altijd alles zien aan mijn broertjes, want die zijn echt eerlijk met mij. Als iets kakker is, zeg gewoon tegen mij nee, man. Juist. En als iets hard is, zeggen ze, hey, ja, hard, man. En dan weet ik gewoon zeker, want sinds kleins af aan, hun filmden mijn video's vroeger. Mm, ik had geen telefoon, ik had iPad van mijn broertjes, zeg maar, waarmee ik video's maakte. iPad gewoon? Pa, ik had geen telefoon, pa. Wow. Ik had geen telefoon, pa. Mijn broertjes... pa, wow. Mijn broertjes filmden mij via die iPad gewoon, zeg maar. En toen was Instagram nog op zo'n kleine, achtig, vierkante, tv-achtige... Ja, logo, toch? Die oude logo. Ja. Pa. Wow. Laat niet lekken. Oké. Relax your body, man. Heb je dit al gezegd, maar heb je een tip voor een opkomende YouTuber of entertainer? Blijf jezelf. Kijk niet naar anderen. Kijk niet naar cijfers. Dat is het belangrijkste wat ik kan meegeven. Kijk niet naar cijfers. Ga niet gedemotiveerd raken als sommige dingen niet pakken zoals jij dacht dat zou pakken. Mm. Want je wou echt alleen liften op dat ene wat je wou doen. Of heb je nog meer te bieden? Klopt. Denk je wat ik bedoel? Mm. Daarom onthoud dat en doe gewoon je ding, maar geniet gewoon, man. Doe gewoon vooral wat je leuk vindt, zeg maar. Ik heb dit zo lang kunnen volhouden en ik doe het nog steeds. Maar gewoon echt doe wat ik leuk vind, zeg maar. Klopt. Snap je? En nu probeer ik gewoon meer dingen te doen. Net als open mic, stand-up, ik veel wat. Mm, gewoon uitbreiden, zeg maar. Ja, toch? Is leuk, mos. Is leuk, mos. Ik ben gekomen om te blijven. Shit. Begrijp je? En laatste vraag. Met wie zie je mij next in de auto, man? Heb je al met Senior gewerkt? Nee, man. Vind ik raar, man. Ja. Senior, als je dit ziet... Hallo. Ik hoor je. En Chatmo, ik heb je ook nog. Ik zou ook wat met Chatmo doen nog. Mm-hmm. Maar die scherm was te druk, zeg maar. Het is nu pas een beetje rustig. Yes. Ja, toch? Maar jullie moeten meer met elkaar gaan samenwerken, man. Die beef en zo is lelijk, man. Mijn laatste reactievideo was volgens mij niet met SBMG. Welke zo? Ik wil geen oude dingen boven water brengen, maar... Er was een tory gaande tussen SBMG en een andere groep, zeg maar. Mm. En piep. En toen kwam die 4 keer dure intro van mij.
Ja. Zo, ik ben helemaal vergeten, je stond nog op die intro. Mos. Hé, hey, wat? Mos. Maar dat zijn ook dingen van... Remind yourself, yes. Ja, man. Stay yourself, ja, man. Be humble. Doe gewoon wat je leuk vindt. Ja, man. Grind nou. Dus gewoon doorgaan, man. Mm. Doorgaan, man. Love dat je er bent. Of course. Ego gaat sowieso checken, streamen, al die dingen. Gaat die clip helemaal kapot. Shout-out naar Chimpy, man. En zo naar Chimpy sowieso. Beste clipmaker ever, man. Ja, hij heeft het gewoon gefixt. Wauw. Was niet eens ruimte daar. Hij strijken de hele tijd naar achteren en zo. Was niet eens ruimte, zeg maar. Hij moet gewoon op een kleine manier. Maar heb het laten lukken, je ziet het toch, snap je? Werken, man. En zo naar sowieso. Grout. Mensen, ik zie jullie snel. Bij de volgende video gaat dat jullie checken sowieso. En ik zie jullie snel. Love. Pauw. Jij bent een liar, liar, liar. Yeah, liar, liar, liar. Pull up, scrub, ik brr. Pull up, scrub, ik brr. Jij bent een liar, liar, liar. Yeah, liar, liar, liar. Pull up, scrub, ik brr. Pull up, scrub, ik brr.